En een van harte goeiedag en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is alweer de 54ste aflevering. In dit programma brengen wij u updates, inzichten en informatie over deze pandemie. Die eigenlijk als een soort raket naar boven is geschoten in Suriname. En natuurlijk in de wereld zien we dat het een beetje aan het afnemen is. Maar in Suriname zien we dat we nu naar onze piek gaan. Als we kijken naar de COVID-19 website, dan lezen we dat er 126 actieve cases zijn. 137 personen zijn positief getest. Daarvan zijn reeds 9 zijn genezen. 230 zijn in quarantaine. En 2 zijn jammer genoeg overleden, waarvan de tweede niet zo lang terug is overleden. De kans is groot dat er later meer besmettingen kunnen komen, want hoe meer er getest wordt, hoe meer besmettingen je zal hebben. En vandaag is woensdag, de dag waarop er toch een hele total lockdown is. We behoren tot de essentiële groepen, want we moeten u voorzien van de nodige informatie. Dus daarom zijn we in de studio vandaag en hebben we ook onze gast Ricky Stuttgart, die bereid is gevonden om ook mee te werken aan dit programma. Welkom, meneer Stuttgart. Ja. En onze eerste vraag. U bent een microbioloog en voedseltechnoloog. Misschien kunt u die combinatie even aangeven wat dat precies is. Dus ik ben voedseltechnoloog, waarbij mijn specialisatie is microbiologie. Dus ik focus me vooral op microbiologische contaminaties, besmettingen die in levensmiddelen kunnen plaatsvinden. Maar tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld op de Universiteit Aardek een veeteelt bestudeerd. Ik ben Bachelor of Science in de veeteelt. En op IOL heb ik lerarenopleiding, heb ik een LO scheikunde en een MOA scheikunde diploma, waardoor ik eigenlijk een breed inzicht heb. Dus ik kan begrijpen wat een microbiologische contaminatie is en ik kan ook praten over een chemische contaminatie. En dit soort twee zaken komen voor in voeding. Ja, dus we gaan daarom praten over de recente COVID-19 stijging. Ja. Is het raar dat het nu stijgt of was het just a matter of time? Het was just a matter of time. Kijk, het is namelijk zo dus dat het eerste geval is bekendgemaakt 13 maart. En eigenlijk 31 maart was er sprake van een corona, waren we coronavrij. Maar de verkiezingen zijn dus gekomen. En daar heb je bijvoorbeeld dat mensen veel meer lichamelijk contact hadden met elkaar. Er was veel meer, er werd geen rekening mee gehouden aan met die COVID-voorzorgsmaatregelen. Dus het was verwachtbaar dat de besmetting zou plaatsvinden. De mensen die dus nu besmet raken, dat zijn, je moet gewoon 14 dagen terug aftellen om te kijken wanneer heeft die besmetting plaatsgevonden. En je gaat zien dat het voor de verkiezingen is geweest en na de verkiezingen. Ik verwacht dus dat 11, 12, 13, laten we zeggen tot 15 juni, we nog van besmettingen zullen horen. Omdat na 25 mei had je ook nog 26, 27, 28 mei dat er nog meer close contact is. Maar je gaat ook zien dus dat het gaat afnemen. En net als wat u zegt, het is zo dus dat hoe meer je meet, hoe meer je weet. Ja. En doordat ze dus ook veel meer analyses uitvoeren, heb je dus dat er meer mensen geïdentificeerd worden als positief. Ja. Ik maak me niet echt veel zorgen daarover, omdat het relatief laag is. Kijk, we hebben nu in totaal 137 gevallen en 2 doden. Maar als je dat gaat berekenen, dan kom je nog niet op 2% van het aantal mensen die gestorven zijn. Is dat gangbaar, dus percentage in relatie tot het aantal? Als we kijken internationaal, heb je dus dat, en dat breng ik wereldwijd, is het percentage doden ten opzichte van positief gevonden gevallen 5,7%. Ja. Toch? En wij zitten nog niet op 2%. Daarmee heb ik niet gezegd dat mensen dood moeten gaan zodat we die 5% halen. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik wil aangeven dat het ook niet zo is dat er zoveel mensen doodgaan. Wanneer ik mevrouw directeur Jesseren mag geloven, dan heeft ze aangegeven dat 75% van de positief geteste mensen geen ziekteverschijnselen vertonen. Ja. Toch? Dus zij behoren niet tot die groep die ziek gaat worden.
Ik had een berekening gemaakt toen het 122 gevallen nog was, want niet zeker dat het 137 was. En toen had ik berekend dus dat er 28 mensen dus dan ziek zijn geworden van die 122. En de literatuur zegt dus dat van die 28, dat dus dan 85% gaan zonder medicatie beter worden. Ja. En ik kwam toen op 24. Dus van die 28 zieken zouden 24 zonder medicatie beter worden. Hun weerstand, hun immuunsysteem zou het probleem oplossen. Dus 4 mensen zouden serieus ziek worden. En als we werken met dus die, laten we houden op die 5% en 4 mensen worden ziek, dan eigenlijk heb je bijna nog niet in dat 1 persoon doodgaat. Ja. Maar we ronden het af, 1 persoon gaat dood. Maar de persoon die doodgaat is ook nog een bijzonder geval. Meestal een persoon die ouder is dan 60 jaar. Ja. En die heeft ook nog onderliggende ziekte. En dan denk ik bijvoorbeeld aan hoge bloeddruk, aan suiker, aan kanker, aan hart- en vaatziektes. Wat eigenlijk gebeurd is, we hebben gekeken naar die situatie in Italië, waar we zien dus dat duizenden mensen dood zijn gegaan. Ja. Maar wanneer je ook percentages gewijd gaat kijken, dan zie je ook dat het ook 4% is. Ja. En een ander geval met Italië en Spanje is, er zijn mensen, het gemiddelde leeftijd van die mensen die toen gestorven waren, was 80 jaar. Ja, heel dus veel oude mensen. Ouders maar met een afnemende immuunsysteem en ook nog met chronische ziektes. En het was een idee aan de hand. Die mensen wonen in tehuizen. En als dus al die oude mensen daar in een tehuis zijn, en eentje raakt geïnfecteerd, infecteert hij de boel. Ja. In Suriname hebben we toch wel een beetje ander geval. Kijk, in Europa is het zo, wanneer je 60 jaar oud bent, dat een keer begint tegen je, hey, papa, mama, ik kan ook bij je, ik wou aan tehuis. Maar in de meeste gevallen proberen wij onze oudjes thuis te houden, waardoor ze al in een soort quarantaine zijn, omdat wij gaan inkopen voor ze doen. Wij brengen ze af en toe naar een tante, een oom, een broer, een zus, een feestje. Waardoor onze oudjes, dan praat ik dus niet over Albertine en Haciana, maar de meeste van onze oudjes zitten al in een soort quarantaine. Ja. Waardoor een infectie minder snel zal plaatsvinden. Ja, 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 precies. En hoe doet u zelf thuis? Wel, wat ik zelf doe, ik let bijvoorbeeld alvast op mijn voeding. En samen met mijn zoontje Kiel. Elke dag en mijn dochter zijn we aan het trainen. En het leuke van de grap is dat we doen aan buikspieren, aan nekspieren. En we zitten elkaar te mailen om te wijzen dat we bezig zijn. Want mijn dochter woont niet meer bij ons. Yeah. Maar we mailen die oefeningen die we gedaan hebben. En zij moet ons ook mailen welke oefeningen ze gedaan hebben. Heeft. Waardoor we prikkelen elkaar om ons gemoedstoestand op peil te houden. En te trainen en groenten en fruit te eten. Dus dat zou de mensen, als dat zou advies kunnen zijn naar de rest van de samenleving? Alvast zou ik de mensen willen adviseren, train met je kinderen. Kijk, Abo heeft me moral lenig. En hij doet die oefeningen beter dan ik, maar dan wordt er op gelachen. Toch? Waardoor je gemoedstoestand ook nog verbetert. Omdat continu in een ruimte zitten en dan piekeren is niet goed voor je. Ja. Doe spelletjes, doe leuke dingen, doe oefeningen met die kinderen. Maak grapjes. Ik zag op internet een ding, whip it, waarbij je dus een doek voor je gezicht hebt en iedere keer heb je een verandering. Doe dat soort spelletjes, ook met kennissen, met familieleden die daar bij je wonen, waardoor je gemoedstoestand op peil houdt. Waardoor er wordt gelachen, want als we niet lachen, raken we in een soort stresssituatie met alle gevolgen van dien. Ja, dus voeding en stress, de relatie? Ja, die voeding en stressrelatie. Het is namelijk zo dus dat ik wil aannemen dus dat mensen dus nu al veel mensen in een stresssituatie zijn. En als je in een stresssituatie bent, ga je veel meer voeding gebruiken. En als je minder eet, dan raak je bij wijze van spreken in een stresssituatie. Ja. Je bent snel boos, je trekt aan je haar, je gaat tanden knagen, je krijgt last van spijsverteringsstoornissen, je hebt hoofdpijn, migraine, al dat soort dingen gaan plaatsvinden. In deze situatie moeten we erop letten bijvoorbeeld dat we, zij die in een stresssituatie zijn, ze merken op dat ze snel boos worden, snel geïrriteerd zijn. Als ze bijvoorbeeld thee en koffie drinken, wordt geadviseerd om het niet te doen. Stress gaat ook ervoor zorgen dus dat je dus meer gaat roken, meer alcohol gaat gebruiken, waardoor ook je zenuwachtigheid toeneemt. Wat we moeten doen is in eerste instantie, we moeten vitamine C gebruiken om ons weerstand op te bouwen. Want stress gaat ervoor zorgen dat je immuunsysteem afneem en daardoor ga je dus vaak makkelijker vatbaar zijn voor infecties. Ja. Door
magnesium door zink. Zink helpt bijvoorbeeld tegen infecties. Vitamine C helpt tegen infecties. Zink helpt ook ervoor dus dat je spijsvertering en je hormoonhuishouding blijft functioneren. Waarin zit zink? Zink zit onder andere in zuivelproducten, in dierlijke producten, in volkoren granen. En magnesium wordt ook genoemd een antistress hormoon, een mineraal, omdat het zorgt dat je spieren zich ontspannen en dat je bijvoorbeeld je stressresistentie, je weerstand tegen stress, wordt geoptimaliseerd. En die zit bij onder andere in groenten, ja. Ook in dierlijke producten zitten. Dus we moeten daarop letten. Kijk, dus eigenlijk wat u zegt, eigenlijk die dingen die u noemt, zijn eigenlijk gevaarlijker voor ons dan die ziekte zelf. Ja, klopt. Omdat als je gestresseerd bent, neemt je weerstand af en ben je vatbaar voor allerlei infecties. Dus niet alleen voor COVID, voor allerlei soorten virusinfecties ben je vatbaar. Ja. En als je weerstand, want het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Ja, toch? Precies. Kijk, het COVID-virus, het is een virus. En er is geen medicatie om het probleem op te lossen. Ja. Het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Je weerstand moet het virus herkennen. En je weerstand gaat afval een antistoffen produceren. En zolang je weerstand dat niet gedaan heeft, dan ben je ziek. En dan voel je je niet lekker. Ja. Dat senior burgers een risicogroep zijn, dat senior burgers makkelijker dood kunnen gaan, dat komt omdat ouder dan 60 jaar begint je weerstand al af te nemen. Ja. En als je ook dus nog een onderliggende ziekte hebt, dan is je weerstand nog extra verzwakt. Waardoor een infectie als COVID fataal voor je kan zijn. Ja. Maar even kind trangen, als je je goed voedt, dan kan je het aan. Maar als je elke dag bijvoorbeeld rijst met sardine eet, en het gaat me niet verwonderen als je die situatie op dit moment hebt. Als je elke dag rijst met zout eet, dan verzwak je immuunsysteem. Je lichaamsconditie gaat achteruit en als je een infectie oploopt als COVID-19, dan kan het fataal zijn. Oké, jammer. En hygiëne, hoe belangrijk is dat? Dus, ook naast je goed voeden en je weren tegen stress. Ja, belangrijk is die hygiëne? Hygiëne is van eminent belang. En kijk, ik ben op 3 oktober 2009 begonnen met een handenwassenproject. En het was toen in de bedoeling om 3500 kinderen van de jonge kustvlakte te leren hoe ze hun handen moeten wassen. En we hebben dus in april 2011 is dat project gestopt. En toen begon ik scholen uit te nodigen om naar CELOS te komen om te leren hoe ze hun handen moeten wassen. En in 2015 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Intermed Caribe NV. En toen, vanaf 2016 zijn we begonnen om de Intermed Caribe scholen handenwassen toernooi te organiseren. Waarbij we dus naar een school gaan, meestal de 5e klasse. We leren die kinderen hoe ze hun handen moeten wassen. En rond 5 mei werd er dus dan een handenwassenwedstrijd gehouden tussen 5 scholen, lagere scholen, grootscholen. En de beste groep die het kon demonstreren via dans, zang en toneel, die werd winnaar. We hebben het dit jaar vanwege sluiten van de scholen het nog niet georganiseerd, maar we gaan het dus nog doen. Maar jullie konden niet bevroeden dat het zo belangrijk zou zijn het handenwassen promoten? Ja, het leuke van de grap is, en dat is een klein beetje euforie hoor, toen ik ermee begon, vonden een heleboel mensen dat ik mijn tijd aan het verdoen was, dat ik ik werk voor mezelf zoek. Wanneer ik dus nu kijk en dan luister ik naar al die grote leiders in de wereld en die praten over handen wassen, dan voel je je goed van, 11 jaar geleden ben ik al mee begonnen. En waarom is handen wassen van eminent belang? Het is je hand die het probleem is. Je hand raakt overal aan en je hand gaat in je mond, in je neus en in je ogen. Het virus heeft slijmvliezen nodig om in ons lichaam te komen. En het is niet je voet, het is niet je buik, het is niet je elleboog die in je gezicht komt, het is je hand. Wat een heleboel mensen dus niet weten is dat als je wil weten of je oud wordt, kijk naar je handen. Je handen worden als eerste oud. Omdat je handen van alles aanraken. Je handen raken jezelf aan, raken andere mensen aan, raken bijvoorbeeld zeep aan, raken dieren aan, raken ontlasting aan, raken urine aan, raken zand aan. En daardoor heb je dus dat je hand weer in je gezicht komt. Kotak bijvoorbeeld, met tekwan roti, ik heb ergens aangeraakt, met bijwan roti, met een wasmi anu.
En dan kreeg ik bij wijze van spreken die contaminatie van mijn vinger via mijn roti in mijn mond. Toch? Mijn neus jeukt, maar ik ga in mijn neus. Mijn ogen jeukt, maar ik ga... Dus het is mijn hand dat het transportmiddel is. Dus, en daarom is handhygiëne van eminent belang. Mm-hmm. En een beetje, ja, ook Richard van Boem. Dat eigenlijk mensen, denken dat mensen dus na deze periode mensen echt door zullen hebben? Want we praten al over het nieuwe normaal. Dat mensen door zullen hebben dat handen wassen niet stopt met een pandemie, een epidemie. Ja, ik praat niet over een nieuwe normaal. Ik vind persoonlijk dat het zo is. Hè. Ik praat over het normale normaal. We behoren altijd onze handen te reinigen met andere dingen. Je moet dus nagaan, ik kan me nog zo goed herinneren, wanneer je dus naar een, vroeger wanneer je naar een Javaanse feest ging, ja. Dan moest je je handen eerst wassen voordat je bijvoorbeeld gaat eten. Ik weet ook dus nog, bijna kom je aan en dan moet je meteen eten. Waarom moet je meteen eten? Omdat ze ervoor zullen zorgen dat eten niet te lang op blijft staan. Dat verhaal van nieuwe normaal is abnormaal. Ja, maar nieuwe normaal omdat mensen het niet zo nauw nemen. Nee, het is het normale normaal. We moeten gewoon netjes zijn, hygiënisch zijn. Mm-hmm. Want er zijn andere ziektes als tuberculose, als een cholera en de pest die veel meer mensen hebben gedood in het verleden. Wat wel altijd gebleken is, is dat hygiëne wordt daardoor opgevoerd. Ja. Toch? Omdat vaak genoeg we slordig zijn, we niet serieus zijn en we dan door de natuur worden geconfronteerd met de keiharde werkelijkheid. Je moet netjes zijn. Je moet netjes zijn voor jezelf, voor je omgeving, voor je natuur. En als bij wijze van spreken we dus dat niet doen, dan gaan we het weten, ja. Mm-hmm. En mevrouw Feira heeft vaker geroepen op de persconferentie dat ze alle ondersteuning ook uit de samenleving verwelkomt. Bent u ook bereid om bijvoorbeeld COVID-team te helpen? Kijk, wij moeten het samen doen. Ja, we moeten het samen doen, maar van eminent belang is dat je niet alles en iedereen bij één groep moet hebben. Hmm. Want dan ga je bijvoorbeeld inteel krijgen. Toch? Ik wil bij wijze van spreken van een afstand staan en ik wil hebben dus dat er moeten ook altijd mensen zijn die het groep kunnen bekritiseren, waardoor je scherp bijleeft. Wanneer je dus hebt dat iedereen bij elkaar is, dan zie je het niet meer zitten. En maar er gaat men gaat meteen het gevoel hebben van wij tegen de rest. Ja. Maar er moet dan de rest zijn om mensen scherp te houden. Ja. Dus ik ben eigenlijk dus daarin niet geïnteresseerd. Als ik bij wijze van spreken dus adviezen heb, dan ga ik het sowieso doorgeven. Adviezen die ik heb voor het COVID-management, van die in eerste instantie moeten ze ervoor zorgen voor rust. Toch? Ja. Omdat als er rust is, kan je dingen makkelijker oplossen. Ja. In tweede instantie moeten ze ervoor zorgen dus dat winkels niet van 7 tot 2 open moeten zijn. Toch? 1. Je ziet dus dat een heleboel winkels niet open gaan. En het kan toch niet zo zijn dus dat mijn naam is dus een Stuttgart. En zondagavond is dat bekendgemaakt. En ik heb geen brood gekocht zondag. En ik moet dus tot vrijdag wachten om voor ik brood kan kopen. Toch? Dus dat is niet goed. Waarop we ons moeten focussen is, we moeten de mensen erop wijzen dat ze zich moeten houden aan de hygiënemaatregelen. Ja. Toch? En we moeten ervoor zorgen bijvoorbeeld dat voldoende groente, fruit, vitamine C, komt in sappen voor, zure sappen in structuren vruchten. Dat er voldoende groenten zijn voor die mineralen, zoals zink en magnesium waarover ik het heb. Dat die dingen beschikbaar zijn. En vitamine B-complex komt voor in dierlijke producten. Ja. En die zorgt ervoor dus dat je eiwithuishouding, je vitaminehuishouding, je mineralenhuishouding, je vettenhuishouding, je suikerhuishouding goed functioneren. Maar mensen die vegetarisch zijn, die geen dierlijk voedsel gebruiken. Ja, maar ik heb nog altijd gezegd dus dat, dan moet je bijvoorbeeld soja. Soja heeft een gefermenteerde sojaproducten. Heeft voldoende vitamine B. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld die zeewieren, ja. Die hebben ook voldoende mineralen. Toch? Dus we moeten ons focussen op dat soort zaken. Een voeding van een veeteler is veel gecompliceerder. Hè? Ja. Want ze moeten goed combineren zodat ze alle voedingsstoffen hebben. Maar ook bij die vegetariërs heb je verschillende zaken. Je hebt bijvoorbeeld semi-vegetariërs, ze eten geen vlees, maar wel vis. Je hebt lacto-vegetariërs, die eten bijvoorbeeld alleen melkproducten. Je hebt ovo-vegetariërs, die eten alleen maar eiproducten. Die vegetariërs hebben geen problemen.
De fruitariërs, daar is het probleem, omdat de fruitariërs alleen noten en fruit eten. En daar ga je hebben dus dat ze vaak een vitamine B-complex tekort hebben. Tekort hebben, en dat is juist belangrijk. Ja, ja. En ja, SARS-CoV-2-virus, COVID-19 is een variant van het SARS-virus die er al hele tijd er is. Dus deze gaat ook nooit meer weg. Nee, het gaat, dus, ook, het gaat nooit meer weg. Het is er. En je hebt een situatie waarbij dus, kijk, we zijn dus nu beter in een lockdown. En laten we even aannemen dat eind juni we corona vrij is. Maar Suriname is heeft een open grenzen. Ik praat niet eens over de illegale grenzen. Ik praat over gewoon de open grenzen. Je kan dus altijd hebben dat een Braziliaan, een Amerikaan, een Nederlander, een Engelsman, een Chinees, een Japanner in Suriname op bezoek komt. Hij is die dag van tevoren ergens geïnfecteerd. Wanneer hij Suriname aankomt, heeft hij de ziekteverschijnselen niet. En zijn temperatuur is gewoon 35, 36 graden Celsius. Hij blijft een maand lang in Suriname. Na 14 dagen is hij geïnfecteerd en kan hij de boel infecteren. Dus het virus gaat nooit meer weggaan. Ja. Onze focus moet zijn om gezonde mensen te hebben. Zodat bijvoorbeeld hun weerstand het probleem gaat oplossen. Toch? Ja. Het is je weerstand die het moet oplossen. Okay. En alvast wil ik de mensen zeggen, vooral de importies, maar wat tegen de. Kijk, Suriname heeft voldoende grond. Ja, precies voor plannen te groente, zodat je geen kind bijvoorbeeld groente voor nyang. Omdat de groente die je geen kind, vitamine en mineralen voor die weerstand. Hoe moet je klagen? Je kan bijvoorbeeld para bij wijze van spreken, dat is een big district, toch? Om prani, om voldoende groen en precies voor prani, om moest wachten op overheid morgen, om moest je oesreven. Lukken bij wijze van spreken, zo kan prani en want kindomaten op voldoende vitamine A, toch, voor te kasting. De mannelijke mier, bij wijze van spreken, ze moeten drie keer per week een rijpe tomaten eten tegen bijvoorbeeld prostaatkanker. Toch, dus naar de groen toe, om moest prani, toch, om wachten om, is dat weer dat hij naar money ving. Prani, zodat ik kan die kinfi, ik kan die juftrefi, voldoende vitamine, voldoende mineralen, voldoende eiwitten en suikers, fuma, feta feti. Oké, grand tangi, Masra Stuttgart. Graag gedaan. En zo zijn we gekomen aan het einde van ook deze 54e aflevering van onze ATV COVID-19 update. U heeft de informatie gehoord, heel bruikbare informatie. Vooral stress niet, want dat is ook niet goed voor je. Gebruik de juiste voeding. U heeft het gehoord van hem. Het zit in hele makkelijke producten. Vitamine C, het zit in citrus, het zit in die kers. Dingen die we gewoon op onze erf hebben. Als je geen groente hebt, plant het. Je kan kwekje toevoeren. Dus armoede nom de, a probleem tak weko siki. Verder wil ik u op het hart drukken om de maatregelen na te volgen. No go intum si bigi jugu jugu. Blijf zoveel mogelijk thuis. En die handhygiëne, masra studia taking, fa a belangrijk. Fa you anu na a probleem. Eigenlijk na you anu na a probleem. Je fa si heristi, je fa alasani en je charing go in ischting. Dus je moet zorgen, alasan sa je do, reinig you anu, wash you anu, zorgen tak you anu altijd clean. En me wensu nu wan tum si shwit dwege morofara.